Wat ga ik in de zomer doen? Nou, ik heb al een cruise geboekt naar Scandinavië en Rusland. Spannend. Ik ga lekker met mijn moeder een weekje naar de Canarische eilanden. En dan kom ik terug en dan moet ik meteen repeteren voor Expeditie Eiland. Dus ik heb 8 dagen vakantie, en dan, maar het is prima. Dus ik kijk heel erg uit naar mijn werkzaamheden, maar ook even lekker een weekje met mijn moeder. Even lekker in de zon, even horizontaal niks doen. Heel lekker. En ik moet ook nog mijn rijbewijs halen. Dat staat ook nog best hoog op de lijst. Ik weet nog niet wat ik ga doen deze zomer. Ik denk dat ik gewoon heel veel ga slapen, ga eten wanneer ik wil, ga douchen wanneer ik wil en op vakantie ga als ik dat wil. Ik ga misschien eventjes naar op vakantie. Ik ga lekker ook een beetje in Nederland genieten. Mijn vrouw, moet ik zeggen, inmiddels, die is zwanger en wij verwachten een kindje begin september. Vliegen moet je dan niet meer doen en we hebben heel veel reis gemaakt afgelopen jaar. En deze zomer blijven we lekker in Nederland en gaan we ons voorbereiden op de komst van onze dochter. Dus daar zit alle focus op. Ja. Ik ga nog wat tv-workshops geven, acteerworkshops. Nou, ik ga met Melissa samen gaan we naar Italië. Ja, we hebben een autootje gehuurd, dus dan gaan we. We weten nog niet waar, we hebben een auto gehuurd. Dus we gaan lekker reizen, lekker eten, genieten. En ja, daar zijn we wel echt aan toe. Ja. Nou, we gaan met z'n allen op de Gay Pride in een boot. Met heel goede tijden. Dat is hartstikke leuk. Ik ga eerst even lekker een paar maanden op vakantie. En dan begin ik in september aan een nieuwe voorstelling genaamd Late Lente. Samen met Ellen Peters. Een stuk over een jazzpianist die verliefd wordt op een oudere zangeres. En hoe zij er dan mee omgaat. En, een nieuw stuk. Heel spannend. Jeremy Baker heeft het geschreven. Ik ben druk aan pianolessen daarvoor ook. Verder ga ik misschien naar Italië, daar ben ik nog niet helemaal zeker, daar ben ik nog mee bezig. Ik doe altijd een soort week waarin ik een beetje een vaste week doe. Dat gewoon om even te, het is toch hard werken, het is veel ook dat je af en toe best wel een beetje slecht eet, omdat je zo'n hele dag bezig bent en dan snaai je even zo. Dus ik wil in de zomer altijd even weer helemaal... Lekker gezond. Dus dat doe ik ook altijd. Vaste prik in de zomer. Nou, ik ga ook op vakantie, maar ik ga dit jaar voor het eerst beginnen aan een nieuw projectje. Genaamd The Broadcaster. Het is een soort muzikaal reisprogramma waarbij ik elke week een jingle, heb ik het maar genoemd, een liedje van een minuut opneem en de wereld instuur. Dus de ene keer sta ik op de markt, de volgende keer in een kerk of op een dak of zo. Het gaat erom dat er elke week een soort nieuw klein... muzikaal verhaaltje ontstaat. Ja, ik ga even 2 weken naar Thailand. Ik wilde gewoon ergens op een strand, in een resort, op een mooie tropische plek, gewoon even plat liggen. En daar is Thailand natuurlijk een heel erg geschikt land voor, dus heel veel zin in.